eindexamenzenuwen. De een heeft er last van en de ander niet. Nog een kwartier en dan gaat het eerste examen van start. Zenuwachtig? Nee. Eitje wordt het. Tuurlijk. Ja, echt piece of cake. Ik werd wel vanochtend wakker en ik dacht, nou, ik ga even hardlopen, een beetje ontstressen, maar het lukte niet helemaal. Ik zat nooit zo. Dus nou ja, goed. Voel je het wel? Ja, ik voel het wel. Hoe voel je dat? Ja, ik ben zenuwachtig. Ja, een beetje, ik weet niet. Geen zin in als het ware, maar het moet. Dus. De exameneisen zijn dit jaar verhoogd. Het gemiddelde cijfer van het centraal examen moet nu 5,5 of hoger zijn. Ik heb er niet echt extra stress door of zo. Ik denk dat het wel gaat lukken. Ik denk dat je ongeveer dezelfde cijfers haalt als dat je altijd deed. En nou ja, als ik gewoon niet een paniekaanval krijg tijdens het examen, moet het wel goed komen. Je klinkt een beetje zenuwachtig. Ja, dat ben ik ook wel een beetje. Maar ik probeer er niet aan te denken. Succes. Dank u wel. Als alle leerlingen een tafel hebben gevonden, start de controle van het examen Nederlands. Marissa, wil jij even controleren of dit Nederlands is voor 14 mei? Ja. Oké. Okay. En mag ik dan nu vragen of je weg wil gaan?